In veel mechanica-sommetjes heb je wel eens een kracht die onder een hoek staat van 30 graden. Die kracht, als je die wilt ontbinden in een y-component en een x-component, kun je ontbinden met de verhouding 1 staat tot een half, staat tot een half wortel 3. Waar die vandaan komen is eigenlijk de sinus en cosinus van 30 graden, die je, als het goed is, in de vooropleiding hebt gehad, met een schemaatje die je heel makkelijk kunt onthouden. Dit schema kun je vanuit je hoofd opschrijven als je een ezelsbruggetje onthoudt, dat je linksbovenin bij de sinus van 0, dat je daar begint met een half wortel 0. En dan is degene daarnaast een half wortel 1, een half wortel 2, een half wortel 3 en een half wortel 4. Wortel 4 is 2, dus een half keer 2 is 1. Vandaar dat ik even een versimpeling heb gemaakt van die bovenste en dan kom je tot dit schema wat hier staat. Wortel 0 is 0 en een half keer 0 is weer 0, dus dan krijgen we daar een 0. Als je dit schema hebt en je weet de Sosca-Stoa-regel nog, dan weet je dat de overstaande, dus deze O, is geen 0 maar een O, de overstaande is de sinus keer de schuine. De schuine is bij ons F, dus dan is dit de sinus van 30 graden keer F. En de sinus van 30 graden hebben we hier net opgeschreven, die is een half. Dus dan is dat een half F. En deze is de cosinus van 30 graden keer f, dus een half wortel 3 keer f. En zo kun je eigenlijk heel makkelijk een kracht ontbinden in zijn y- en x-component als die kracht staat onder een hoek van 30 graden.